Luisteraars, een goedenavond. We staan op de 83ste boekenbeurs in Antwerp Expo. We staan hier bij de verantwoordelijke van de boekenbeurs. Ik mag u Veen noemen, hè? Ja, zeker. Geen enkel probleem. Veen, goedenavond. Welkom bij Zuidrand Media. Ja, de boekenbeurs in Antwerpen, hoe is ze gelopen tot op heden? Want we kniepen ze eigenlijk vandaag mooi in twee. Ja, ik ben zeer gelukkig. Eigenlijk een beetje euforisch. Want er is een heel goede positieve sfeer. Er zijn heel wat bezoekers geweest. De auteurs zijn heel tevreden. Er zijn heel veel toffe sessies geweest. En ik hoor dat ook van de mensen die rondlopen, van de bezoekers. Hè. Ik vraag het ook al af en toe een keer. En iedereen is enthousiast, dus ik denk dat we goed vertrokken zijn. Het eerste weekend Boekenbeurs in Antwerpen. Is er een grote volkstoelloop geweest tot op heden? Ja, dat wel. Jawel, dat is echt wel heel goed geweest, ja. Mensen die graag naar de boekenbeurs komen, maar niet zo houden van veel volk of drukke momenten, wanneer en op welke tijdstippen kunnen ze dan toch best komen? Ik ga daar geen antwoord op geven om de eenvoudige reden dat wij eigenlijk zodanig veel dagen hebben en afhankelijk van wat dat u interesseert moeten komen. Plus, wij hebben hier zodanig veel veranderd aan de zones in de verschillende hallen, hè, in de manier hoe dat we de opstelling gedaan hebben, waardoor dat er hier sowieso veel meer ademruimte is en dat mensen echt op hun gemak hier kunnen ronddwalen hier tussen de stands en kunnen wegdromen. Dus eigenlijk voor ieder wat wilt. En ook afhankelijk van welke auteur dat je wilt zien en wat u vooral interesseert. Dus kom maar af wanneer dat je er zin in hebt. Wat me er net opviel als we binnenkwamen, was dat er toch meer dames boeken lezen dan heren? Of ben ik daar verkeerd in? Ik denk dat dat gewoon een momentopname is. Hè. Dus wij zien wel dat er hier vooral veel vrouwen met de kinderen komen. Hè. Dat wel een beetje een oververtegenwoordiging is. Maar afhankelijk van het thema die op dat moment aanwezig is, hebben we ook al veel mannen hier over de vloer gehad. Zeker als de B2B-avonden zijn, de nocturnes, dan zie je plotseling een ander beeld op duiken. We staan hier op de mooie stand van VBK. Welk genre lezen de mensen nu het liefst? Eigenlijk hebben wij een heel breed gamma en we zien dat er hier zowel veel buiten gaat van alles wat non-fictie is, maar evenzeer ook alles wat fictie is. En in de thrillers gaan die hier ook goed buiten. Maar ook daar is dat weer te nuanceren. Alles hangt af van welke auteurs die op dat moment naar hier komen. We zitten op de 83ste boekenbeurs. Hoeveel standhouders kunnen we hier vinden? Eigenlijk alle oppervlakkenruimtes zijn hier verhuurd. Dus er kan geen ene meer bij momenteel. Dus dat was ook al heel positief nieuws. En zonder de sponsors zaten we aan 75 standhouders. U vertelde me net, qua stem, ik zit er bijna doorheen. Hoe lang is hier nu gewerkt om deze boekenbeurs in stand te maken? We werken daar eigenlijk een heel jaar aan, aan het concept om het dan allemaal uit te rollen. Maar natuurlijk de laatste 2-3 maanden is het dag en nacht werken om alles rond te krijgen. Want uiteindelijk, als ik kijk, we hebben meer dan 560 auteurs die er langskomen. Dan, als je dan ziet dat je al die meer of 700 podiumactiviteiten hebt, al die signeersessies, dat zijn er ook meer of 1300. Dat moet allemaal heel goed in kaart gebracht worden, goed georganiseerd worden. Dus ja, daar komt wel wat bij kijken. Maar het is wel fun als je ziet dat het dan ook zijn succes heeft. Hè. Zijn al heel wat bekende auteurs voorbijgekomen. Wie denkt u van, die komen nog en die moet u zeker gezien hebben? Ook daar wil ik geen antwoord op geven. Dat klinkt misschien heel vreemd. Maar afhankelijk van welke auteur die uw favoriet is, moeten komen. Hè. En dan zie je ook wel dat mensen daar hun dagen een beetje rond kiezen. Er zijn hier al een aantal hele grote auteurs geweest. Donna Hay, dat was een groot succes. Ik zag ook dat Bill Bryson was een enorme succes. Dirk de Wachter, die ook nog komt. Geert Mak, dat is ook een hele grote. Maar we hebben hier ook heel veel Vlaamse, Nederlandstalige auteurs die er langskomen en die ook succesvol zijn. Hè. Ik wou net de vragen, de Vlaamse auteurs, doen die het goed? Die doen het ook goed hoor. Zeker diegenen die ook al een beetje doorgebroken zijn, die hebben hier ook al serieuze wachtrijen gehad hoor. Ik zag gisteren was Ish hier en je zag ook dat er een lange wachtrij was. Maar evenzeer als de nachtwacht kwam voor de jeugd, waren het ook lange wachtrijen. Dus afhankelijk van het genre, van de doelgroep en bekendheid kunnen er serieuze wachtrijen zijn, ja. Ja, dit jaar is er ook een literaire focuszone op deze boekenbeurs. Kan je ons daar wat meer over vertellen?
Ja, we vonden dat wel belangrijk, want we hebben echt wel, ook hier in Vlaanderen, heel veel mooie literatuur. En als je deze een beetje bundelt, is dat wel gemakkelijk voor de mensen om daar wegwijs in te geraken. Hè. Dus daar gaan ook heel wat literaire podiasessies door. En voor de mensen is dat dan heel duidelijk. Ik ga naar die hal, ik ga naar die zone. Daar vind ik sowieso alles wat literatuur is. Uiteraard ook op al de andere standen. Maar als je dat een beetje centraliseert, dan merk je wel dat dat voor mensen een mooie manier is om gemakkelijk toegankelijk de literatuur te vinden die ze willen en daar ook de auteurssessies mee te maken. Ja, die auteurs die moeten weer volop centraal staan volgens u op Antwerp Expo. Dus meer auteurs dit jaar dan voorgaande jaren? Er zijn gewoon meer of 560 auteurs aanwezig. Maar wat ik daar vooral mee bedoelde, is dat de auteurs meer een betrokkenheid kunnen krijgen. Dus we hebben dit jaar een paar nieuwigheden, zoals de audiotour. Een audiotour die gedaan wordt door een auteur. We hebben de kleine, intieme meet and greets ook. Auteurs op de sofa met de lezers. En auteurs vinden dat allemaal heerlijk om zoiets te doen. Vorig jaar 120.000 bezoekers op de Antwerpse Boekenbeurs. Wanneer zullen jullie dit jaar tevreden zijn? Ik heb geen criterium. Voor mij is het heel belangrijk dat elke bezoeker die buiten gaat, dat met die glimlach buiten gaat en dat die zegt ik kom zeker volgend jaar terug. Uiteraard gaan wij verschillende parameters meten en gaan wij op het einde van de beurs alle cijfers meegeven, maar niet alleen de bezoekersaantallen, want evalueren of een beurs geslaagd is of niet, hangt niet alleen van het aantal bezoekers af, maar vooral van hoeveel handtekeningen hebben we gezet, hoeveel podiasessies hebben we geweest, hoe was de enquête, wat hebben de mensen daarover gezegd. Dus het globale plaatje gaan we meegeven op het einde van de boekenbeurs. Stoute vraag, het online boeken lezen, het online boeken kopen. Ja, is dat voor jou natuurlijk geen negatief punt? Je ziet dat dat gewoon een verschuiving is in de boeken, algemeen in de boekenlandschap. Hè. Dus ook hebben we hier ook een aantal online spelers actief. En je ziet daar wel een verschuiving. Aan de andere kant zie ik de boekenbeurs als een boekenfeest. Waar vooral waar dat je echt wel probeert om de boeken en de beleving daar rond te doen. En uiteindelijk is het dan toch de bezoeker die beslist op welke manier en wanneer hij koopt. Ik zou zeggen volhouden zo, hè? Jazeker, en ik heb nog heel veel energie, juist omdat ik zie dat er hier een goede sfeer hangt en dat vind ik super. Laatste vraagje, de mensen die alles willen weten komen over de boekbeurs, wie wanneer komt signeren bijvoorbeeld, welke dagen, welke uren ze hier terecht kunnen, waar kunnen zij terecht? Zij kunnen op al onze online, op de website, via Facebook konden wij aan, we hebben de dagkranten, iedereen shared ook op zijn eigen kanalen, dus er is voldoende informatie op de boekenbeurssite waar ze alles kunnen terugvinden. En nu één dagje rust, TV, want woensdag gaat ze terug openen. Ja, dat klopt. Maar ik ga morgen echt een dagje slapen en proberen mijn stem te verzorgen. En dan gaan we er terug in vliegen. Hè. Geniet ervan en proficiat alvast. Dankjewel, heel fijn. Dankjewel. Dankjewel.